Ik ben Nico Guns. We zitten op de Rotterdam in Katendrecht. En we zitten hier omdat ik zo meteen een lezing ga houden over misschien wel het mooiste schip dat er ooit gebouwd is. De Nieuw Amsterdam. De tweede Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika-lijn uit 1938. Prachtig schip. En daar vertel ik het een en ander over de achtergronden. Over de totstandkoming van het schip. En over aan de hand van allerlei prachtige foto's van de interieurs. Is het een cruiseschip geweest? Is het een konvooischip geweest? Wat is de geschiedenis van het schip? Nou, het heeft van 38 toen het in de vaart kwam tot de oorlog heeft het op Amerika gevaren. New York, Rotterdam. Met af en toe wat cruises. Toen brak de oorlog uit. Toen is het verbouwd tot troepentransportschip. Dat heeft het 5 jaar lang gedaan. En daarna is het weer teruggebouwd tot passagiersschip. En heeft het tot 73 als passagiersschip. En aan het eind als cruiseschip gevaren. Heel veel geld verdiend voor de Holland-Amerika-lijn. Tot het schip te duur werd. Het onderhoud te veel ging kosten. Er onvoldoende nog cliëntele was. Toen heeft uiteindelijk de hal het schip verkocht voor de sloop in het Verre Oosten. En daar is het roemloos ten onder gegaan. U heeft er 4 boeken over geschreven. Ja. Hoeveel tijd bent u ermee bezig geweest? 5 jaar. Ja, om het allemaal te researchen en op te schrijven. Ik ben er 5 jaar mee bezig geweest. En daar heb ik heel veel hulp gehad van allerlei mensen. Door het beschikbaar stellen van materialen. Door dingen uit te gaan zoeken voor mij in de archieven. En dat is een geweldige stimulans geweest. En heeft ook heel veel werk mij bespaard. Maar dan nog ben ik er 5 jaar mee bezig geweest. Kunt u iets van uw bronnen vertellen? Bent u in musea geweest? Bent u in het buitenland geweest? Wat? Archieven. Het gemeentearchief in Rotterdam. Het Maritiem Museum in Rotterdam hier. En heel veel verzamelaars die prachtige materialen hebben verzameld in de loop der tijd. En verder zoveel mogelijk gesproken met mensen die nog op het schip hebben gewerkt. En het dus van binnen hebben gekend. Heeft de Holland-Amerika-lijn medewerking verleend? Nee, de Holland-Amerika-lijn heeft geen belangstelling getoond. Zeer spijt. Ja, maar ze hebben niks meer met het schip, kennelijk. Helemaal geen historisch besef? Kennelijk niet, nee. Nee, dan heb ik geen enkele belangstelling, geen enkele medewerking of iets van die aard van ondervonden. Nee. Heel ander verhaal is natuurlijk de Vereniging De Lijn. En die hebben waar ze konden, hebben ze me geholpen. Maar de hal, ook Amerikaanse hal, de huidige hal, maar ook niet de. Nee, helemaal niks. Heeft u moeite gehad om een uitgever te vinden voor het boek? Ja, want het boek zoals ik het wilde, dat was zonder heel veel subsidiegeld niet te realiseren. En daarom heb ik besloten om het boek zelf uit te geven. Ja. Ja, ik heb het zelf uitgegeven. En dat ga ik vaker doen, want ik ga hierna ook de Statendam doen, de Rijndam en de Maasdam. Dus allemaal prachtige schepen waar nagenoeg nog niks over geschreven is. U had het al over alle oud-bemanningsleden die meegeholpen hebben, iedereen. Maar ik begrijp ook, uw familie werkt er mee. Uw vrouw, uw zoon. Ja, als ik ze er even bij kan betrekken, dan zijn ze het haasje hoor. Ja, inpakken van boeken, naar de post brengen en. Maar mijn vrouw bovendien, die maakt de boeken foutloos. Althans, dat doet ze zo goed mogelijk, want zij is correctrice van beroep. En zij corrigeert dus volgens de laatste regels van de Nederlandse spelling de boeken.
Fantastische hulp. Ja, zeker weten. Ja hoor, daar ben ik erg blij mee. Dank u wel voor het gesprekje en veel succes met de komende boeken. Dank u wel.